voorzitter van de Marokkaanse Raad. Ja. Gisteren en vandaag hebben ze zich gepresenteerd, leden van die raad. U bent daarin benoemd, als ik het goed heb, door de koning van Marokko. Op de eerste plaats wil de raad zich vooral bezighouden met het Marokkaanse emigratiebeleid. Maar even voor alle duidelijkheid, dat betekent dat ze zich buigt over de wijze en de hoeveelheid Marokkanen die hier naartoe komen. Vaak wordt ook gezegd, nou ja, die bemoeienis, de vermeende bemoeienis, is omdat Marokko zo keen is op dat geld dat iedere keer maar gestuurd wordt. Dat... En vaak wordt in het debat gesuggereerd dat dat geld direct naar de persoonlijke rekening gaat van de koning. Dat is natuurlijk niet waar. Gaat via een omweg, hè? Via de belasting. Nou, het is dat geld dat gestuurd wordt, dat is inderdaad voor familie. Dat kan bijvoorbeeld mijn tante zijn, want die heb ik wel daar. Ik heb een tante in Marokko. En, daar hoor ik meteen een liedje in. Heb jij dat ook? U heeft bezwaar tegen de raad, meneer Zijlstra. Ja, want het gaat mij niet om het Marokkaanse emigratiebeleid. Daar moet Marokko zich lekker mee druk maken. Het gaat ons om het Nederlandse immigratiebeleid. En wij moeten erover gaan wie hier mag komen met gezinshereniging, met huwelijksmigratie en wat wij verwachten van nieuwe Nederlanders. Marokko is het land wat met dubbele paspoorten ervoor zorgt dat Marokkanen niet een keuze hebben. Die mogen wel Nederlander worden, wat ik overigens nog steeds slecht vind. Ja. Maar die mogen geen afdoen doen van een Marokkaanse nationaliteit. Slecht. Ja. We hebben nog steeds Marokkaanse namenlijsten. Als jij een kind komt melden bij de burgerlijke stand, dan moet je een Marokkaanse naam gebruiken. Doe je dat niet, dan mag je niks meer erven in Marokko. U zegt, dit belemmert de integratie, maar ik zie niet in... Ik zie dat niet. Ik vind namelijk dat het heel goed samen kan gaan. Je kunt burger zijn van dit land, een goed burger, meedoen, participeren en tegelijkertijd die betrokkenheid hebben. Heel veel Marokkanen zeggen, ik moet niets hebben van die raad, want ik ben Nederlander en ik wil die Marokkaanse koning niet. Die keuzevrijheid is er. Maar die andere groep, die heeft dus kennelijk wel die voeling en die wil wel die connectie met Marokko houden. Ja. En dan heb je de oriëntatie de verkeerde kant op staan. Wat mij betreft heeft de Marokkaanse overheid of deze raad helemaal niks te zeggen over de integratie van Marokkanen hier in Nederland. We gaan terug naar in de tijd. We hebben namelijk een foto van de kleine Ronald in de schoolbanken. Laat hem maar zien. En ja, lastig, hè? Dat is die man die altijd maar met dat rode cirkeltje in de Hoe oud was u hier, weet u dat? Dit is de lagere school natuurlijk, maar een fijne bril ook. Ik vind het leuk om die foto's terug te zien, maar ik denk eerlijk gezegd dat je heel erg moet oppassen om als minister je beleid te baseren op je beeld van toen. Want toen had je natuurlijk een heel ander perspectief, want alle die leraren die waren zo boven je gesteld. Wat vindt u dat er mankeert aan de leraar van nu? Wat zou hij anders moeten doen? Wat zou hij zijn werk anders moeten kunnen indelen? Nee, het is omgekeerd. Ik hoor nu van leraren natuurlijk nog wel eens dat ze zeggen, wij voelen ons onvoldoende gewaardeerd. Wij hebben het gevoel dat we als professional onvoldoende de ruimte krijgen. Ook over betaling. Mensen moeten ook het gevoel hebben, ik kan me in mijn vak verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld door cursussen te volgen, nog een diploma erbij te halen. We mogen wel weer wat strenger zijn als het gaat om rekenen en taal. Gewoon basisvaardigheden. Bij de leraar of bij de leerlingen? Nee, gewoon bij de leerlingen. Hoe onze school van 400-500 jongens groeide in een korte tijd naar 800-900. En toen werd het 1200. Ja, toen was ik inmiddels van school af. En dan zie je dat van alles verloren gaat. Dat is allemaal gebeurd. Ja, dat is gek. We zitten er maar net, maar ik bedoel, al die andere kabinetten hebben dat laten gebeuren. Nou, daarom hebben we ook nu ook echt gezegd, een andere koers. Dat als er fusies komen, dat we goed gaan kijken. Is dat echt wel nuttig en nodig dat dat gebeurt? Jij bent leraar geweest. Ja. Beviel het? Nou, de eerste 2 jaar was een ramp, maar dat is een heel particulier verhaal. Nou, ik kon absoluut geen orde houden. Het was echt niet normaal. Ze liep letterlijk over de bank heen. En als ik mijn mond opende, dan vlogen de proppen dat mijn huid begon te bloeden. De lokale aanweerszijden moesten ontruimd worden. Hans Dorstijn neemt afscheid. Ja. Dat heb je al wel eens eerder... Heb je al eens eerder mee gedreigd met afscheid? Nee, ik ben er in de loop van mijn leven 3 keer mee opgehouden. Dan belde ik alle voorstellingen. Dan had ik weer een verschrikkelijke vernedering meegemaakt. Ik doe nu een man die foto's laat zien. Kijk, dit is mijn zoontje, 10 jaar geleden. Hij was toen 3. We waren samen naar de kinderboerderij gegaan om de huiselijke twisten te ontvluchten. Hij huilt, want hij is net omvergelopen door een dwerggeitje. Hij zit onder de blauwe plekken, dus ik huil met hem mee. Uit angst. Want als je tegenwoordig thuiskomt met een kindje van 3 onder de blauwe plekken, denkt niemand meer aan dwerggeitje. Er zijn wel veel meer treurige verhalen waar hard om te lachen valt. Maar ik heb het gevoel dat ik toch wel erg op een of andere manier de essentie raak van dat ongelukkige, dat armoedige leven dat we leiden. Ze was niet alleen mooi en intelligent, maar ook uiterst ambitieus. Na verloop van tijd formuleerde ik het al dus
Debbie wil graag hogerop en daar heeft ze mij voor over. Je noemde je in het parool een vrouwengek. Ja, dat ben ik. Wat kun je de definitie en je eigen definitie daarvan geven? Nou, ik weet wel, als ik een treinreis maak en er zitten alleen maar mannen om me heen, dan vind ik het een vreselijke reis. Ja. Als er een vrouw bij is, dan is het net of het leven begint. En dan hoef ik het niet eens aan te raken. Heel anders dan jullie. Jij woont alleen, hè, geloof ik. Ja, ja. Is dat voor iemand... Schrijf het er maar in. Ja, nee, maar dat is toch... Ik dacht er net even niet.